Hallo allemaal, zijn we weer. Nou, vandaag is het zo snel mogelijk de bedoeling dat we die balen eens gaan opruimen. Want die liggen nou allemaal op het veld en die moeten worden opgeslagen. Ik heb ook een de loonwerker die we de vorige keer hadden. Die doen waarschijnlijk ook aan, tenminste ik heb ze even gebeld. Ze zeiden dat ze ook aan, aan grondverzet deden. En dat ze wel een kraan hebben om mij te helpen met die rare heuvels daar en bij het veld. Die wil ik namelijk graag weg hebben. En daar kunnen hun ons wel mee helpen. Dus ik weet niet hoe laat ze hier komen. Ik heb geen flauw idee. Maar ik weet wel dat wij straks regen krijgen. Dus we moeten echt aanmaken met die balen. Dat we ze in ieder geval onderdak hebben. We hebben de vorige keer zijn natuurlijk hartstikke druk bezig met al die balen. En vandaag gaan we die balen opslaan. Want het is me toch ook een zootje als al die balen hier liggen. Dat is niet te doen. Goed. Het is namelijk... alle balen liggen wel redelijk bij elkaar. Dus dat is op zich wel prettig. Dus... we pakken de balen weer erbij. En dan gaan we eens even kijken of die balen ook daadwerkelijk meehelpen. Ja, kijk. Hartstikke mooi. Maar er zijn best wel wat balen. En al die balen die moeten gewoon netjes worden opgeslagen. En we kunnen deze natuurlijk gaan verkopen een deel. Maar we kunnen ook een deel houden. Moet binnenkort maar eens even zien. Ik denk dat we ze allereerst maar gaan opslaan. Ik weet ook niet of ze al klaar zijn, zeg maar. Want ze moeten natuurlijk gefermenteerd worden. Dus ik weet niet of dat dit nog wel handig is. En dat we direct... Nou ja, maakt ook niet uit. We gaan even zelf zien. We gaan even zelf zien. Zolang wij de balen maar van het veld af hebben. Want dit veld moet natuurlijk ook weer bemest worden. En we krijgen regen. Dus we moeten echt gauw aanmaken. We hebben natuurlijk geluk dat ze in folie liggen. Dus ja, dus zo heel veel kan er niet gebeuren. Maar het is gewoon niet prettig. Ja, als ze op die heuvel liggen. Op die bult als ze bij elkaar hebben opgestapeld. Ja, dat... Ja, goed, dan liggen ze ook wel open en bloot, want er zit geen afdak boven. Maar, ik wil eigenlijk wel zo snel mogelijk die balen hier weg hebben. We hebben ook nog blijkbaar een hooibal hier. Geen idee wat hij hier doet, maar het zal wel. Ik hoop ook dat we geen balen missen. Zo, ik pak in één keer twee balen tegelijk. Ik weet niet hoe die grijper het doet, maar... Oké. Ik was echt de bedoeling om er maar eentje te pakken. Ja. Eigenlijk kunnen wij hier ook wel die... Klaas... Of die Klaas, die Massiverus niet voor gebruiken. Zullen we die zo eens gaan ophalen? Ga ik die trillen nog eventjes bijvullen? Volgens mij kunnen er nog vier op. Denk ik. En dan... gaan we de kleine masje ophalen die dan met de trillen in de weg gaat. Is dat een idee? Dan hoeven we niet zo heel ver te lopen. Kijk, want ik wil namelijk die heuvels bij ons op de boerderij wil ik weg hebben. En die daar zo, die wil ik ook weg hebben. Want dat hobbelt ook alle kanten op. Het zou ook wel een leuke rekening worden. Ik heb geen idee. Komen we vanzelf achter. Nou ja. Even de laatste balen even opruimen. En dan haal ik even die masje vergus van op. Gaan we de balen hopelijk goed en netjes opslaan voordat het regent. Zo, wat moet je kijken wat voor vreselijke heuvels hierin zitten. Die wil ik gewoon een beetje hebben, een beetje afgevlakt hebben. En bij het veld wil ik het netjes en mooi hebben. Dus wat de rekening wordt, geen idee. Komen we vanzelf achter. We gaan eerst even die balen even in dat ding gooien. Ik heb de trillen opgeladen. Zo. En dan ben ik wel benieuwd of dat goed gaat. Vast wel. Zo. Zijn de pin een klein beetje te hoog zit of is precies hoog genoeg? Nou. Vastmaken die dingen. En dan. Je moet niet harder, want straks vallen ze eraf.
Maar dan gaan we ze even naar die bult toe, waar je ze kunt opslaan, weet je wel? Die we laatst hebben gevonden. Dat is een mooi trekkertje hiervoor. Niet al te hard rijden. Zo. Dag dames. Binnenkort heb ik lekker eten voor jullie. Oh, zou de koe dorst hebben? Ja, er kan wel wat water in, zie ik. Maar dat kun je zo meteen wel doen. Even kijken, want hierachter konden we die balen kwijt. Moet ik eigenlijk ook de trekker hier naartoe hebben, anders kan ik ze niet afladen natuurlijk. Nou ja. Ja, want hier schijnen we deze dingen op kunnen stapelen. Hier zo. Dus ik moet eerst weer even die andere trekker ophalen. Eigenlijk hadden we deze trekker helemaal niet nodig. Oh. Nou ja. Dan lopen we maar weer die kant op. Goed, nou, ik heb de balen maar even vast daar neergelegd. Want, ja. Dat is een beetje lastig. Want blijkbaar waren ze nog niet helemaal klaar om vervoerd te worden. Het loonbedrijf die belde net ook. Die zei hier ongeveer met een uur ander... Uur anderhalf uur, met een half uur uurtje. Dus dat gaan we ook even bekijken. Ik neem deze baal ook even mee. Zo. En die kunnen... Oh, het is wel zwaar hoor. Daar had ik net niet zo heel veel last van eigenlijk. Daar had ik net niet zo heel veel last van. Het wil gewoon niet. Het is veel te zwaar. Ik kan niet eens sturen. Zie dat? Jeetje. Zo, en het was de laatste baal. Mooi. Dan kunnen ze daar gewoon eventjes een tijdje hier staan. Hoop ik. De ruimwerden trekken ze een beetje op en is het eigenlijk wachten op die loonwerker. Die daar deze kant op komt. Ik weet ook niet of wij nodig zijn, dus ik hou maar eventjes de voorlader op te trekken. Ik heb de koeien ook even wat water gegeven en die in een hooibaal die we hadden, die heb ik ze ook direct even gegeven. Dus de koeien zijn ook weer tevreden. Tenminste, dat hoop ik dat ze tevreden zijn. Zo. Nou, dan staat eigenlijk alleen nog wachten op de loonwerker. Om de kleine Mash Ferguson op te ruimen. Zo. Nou. Deze mag hier staan. Mag ook weer mooi onder het dak voordat het gaat regenen. Dat we allemaal roes krijgen. Of zullen we daar wel neer? En zet deze ook weer achter slot en die gendel. Jawohl. Zo, wat komt daar dan aan? Jawa. Tuma. Dat zouden ze moeten zijn, denk ik. Nou, top. Kunnen we beginnen? Hoppakee. Jawa. Daar zijn ze. Deur dicht. Hij heeft een vrouw meegenomen, zie je dat? Oh, hij zal wel vast gaan draaien, denk ik. Zo, nou, ik heb met ze gesproken en ik heb dus verteld wat ze wou hebben. Nou ja, dit stukje wou ik dus, waar de kraan nu al staat en daar helemaal achterin. Dus ook wat tegen hun, als je achterin gaat kun je misschien beter of de vrachtwagen helemaal meenemen. Want het is best wel een stukje. Dus ja, het is dus de bedoeling, kijk, deze kant is nog niet zo heel erg, maar daar kunnen ze ook wel iets aan doen. Deze kant is best hoog en die kant is al helemaal vreselijk. Dus ja, nou daar gaan ze wat mee doen. Hier gaan ze wat mee doen. En dan ben ik benieuwd wat er gaat. En natuurlijk achterin. Zal mij benieuwen wat er van gaat komen.
Nou. Alles moet klaar zijn. Ze zijn weg. De winkel die kwam ook langs. Die heeft de Chaudière meegenomen. Die had ik eigenlijk te lang te huur. Dus daar moet ik een boete van betalen. Ik weet niet hoeveel. Dus dat is een beetje heel erg lullig. Maar als het goed is, zijn ze klaar. Want ze zijn weggegaan omdat het namelijk aan het regenen was. En ze zeiden, als je er niet meer, je tot nu toe tevreden mee bent. Prima, dan doe je het op deze manier. En anders komen we nog een keertje terug. Dus ik heb het nog niet gezien. Ik ben heel erg benieuwd. Dus we pakken eventjes de auto erbij. Omdat het regende was alles een beetje heel erg vies en nat. Dus ja, dat hebben ze dat maar niet gedaan. Dus. Dat dus. Kijken hoor. Nou, ik vind het wel goed zo. Heb ik hier. Even kijken. Het schijnt dus, ze hebben hier alles mooi vlak gemaakt. En bij het veld is ook alles vlak. Alleen dat is nog niet helemaal netjes afgewerkt. Dus dat gaan we zo maar even kijken. Maar ze hebben hier inderdaad mooi vlak gemaakt. Hier hebben ze het vlak. Oeh, er zit nog een raar heuveltje in. Maar ja, in ieder geval, wij kunnen hier normaal gereden. En kijk eens even hoe ze het hier hebben gedaan dan. Kijk, vlak. Dan vlieg ook niet meer de lucht in als dat moet. Het ziet er allemaal hartstikke mooi en vlak uit. Kijk, daar hoop ik van. Maar ben ik heel erg benieuwd bij hoe ze het aan de andere kant hebben gedaan. Dat ben ik wel heel erg benieuwd. Want dat was heel erg hobbelig en helemaal verveeld. Dus, nou ja, goed. Moeten we vanzelf wachten. Dan moeten we hier naartoe. En... Huh? Er ligt hier een heel pad. Die bommen zijn wel een beetje vervelend trouwens. Er ligt hier allemaal steen, ja? Of was dat altijd al zo? Geen idee. Nou ja, ik ben benieuwd. Wat hebben we hier? Och, jee, wat hebben ze hier gedaan? Och nee, ik moet niezen. Wat hebben ze hier gedaan dan? Het is allemaal modderig en plakkerig. Ja, dat is logisch, want ze hebben de hele grond omgegooid. Ja, de heuvels zijn wel weg. Maar er zit hier wel een hele dikke heuvel. Er zit daar een rare heuvel. Ja, en hier zit een dikke ding. Ja, het is beter dan dat het eerst was. Maar hier moet dus blijkbaar nog een keertje gras op worden gedaan. Want dit ziet natuurlijk niet uit al dat zand. Maar hebben ze het dan gewoon allemaal zo geschoven hup, en zo die kant op gedaan? Ik weet het niet. Ja, ik weet het niet. Moeten ze... Ja, kijk, het ziet er natuurlijk wel beter uit dan dat het eerst was, maar... Ja. Nou, moeten ze terugkomen of niet? Ik zou tof zijn als jullie mij daarmee zo willen. Moeten ze terugkomen of niet? Of zullen we zeggen, mooi, is wel klaar zo. Ja, het ziet op zich... Ja, het ziet er beter uit dan dat het eerst was. Het is niet het meest nette, maar... Nou ja, goed. Laat het maar eventjes weten. Door het dingetje erboven, wat tegenwoordig ook is. Daar rest bovenin. Dan rijden we naar huis. En dat vind ik mooi geweest. En hebben we de balen hebben we opgeruimd. Nou ja, de grondverzetbedrijf is geweest. Woonbedrijf, hoe je het ook wil noemen. Maar dit pad hier, heeft het al hier, altijd al hier gelegen, niet toch? Ik weet het niet. Ho! Hoe was ik bijna er tegenaan geknald? Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ja, wat ik zeg, het ziet er een heel stuk beter uit dan dat het eerst was. Maar echt geweldig is het nou ook weer niet. Maar die bij de boerderij, daar ben ik wel echt blij mee. Daar ben ik wel echt blij mee. Dat het allemaal mooi vlak is. Moet je kijken, joh. Ja, dat hebben ze mooi gedaan. Zeker weten. Nou ja. Dan gaan we het vanzelf zien. Zetten we de auto weer terug. Het is mooi geweest. Het regent. Gewoon lekker binnen zitten. Nou, ik ben benieuwd wat we ermee moeten. Of ze terugkomen of niet. Ik zou het niet weten. Nou ja. We gaan het zien. Jongens, bedankt voor het kijken.
Hond even aaien. Mag ik de hond aaien? No. Ja. Nou, ja. Laat het maar even weten. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Dag.